السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس برودسن زوسوس وكما استخدم نجيبة إن لله وإنا إليه راجعون. بدأي سفراغ بيدي بير أم درنجن طب هلوب بس برودسن زوسوس. تخاط أم أن خانيس زوسر دي هلاس نيت فزيكرت إس أم أم أن سيريس برودر دي أوك نيت فزيكرت إس أم أم أن بين أمبيتاتي دات أبا هل فاك of een armamputatie of een beenamputatie. Dat komt door als iemand suikerziekte heeft, waardoor zo'n ledemaat verwijderd moet worden. Diegene is daarvoor ook niet verzekerd, heeft ook daar geen geld voor om te begraven. Nu heb je heel veel natuurlijke mensen van, die gaan weer zeggen van, weer een inzameling, waarom nemen ze geen verzekering, Zolang jij niet weet wat er op de achtergrond heeft gespeeld, en je kent diegene niet, moet je niet praten. Of doneer, of doe tenminste een dua omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ga niet oordelen of roddelen. Laat dat maar aan Allah over. En op de dag des oordeels zal je voor diegene terecht moeten komen die je voor hebt geoordeeld en die je onrecht hebt gedaan in het wereldse leven. Want jij weet niet wat er op de achtergrond heeft afgespeeld. Mensen kunnen uit oorlogsgebieden komen. Mensen hebben problemen, daklozen, geen huisvesting, geen verblijfsvergunningen en ga zo maar door. Deze mensen komen niet zomaar bij ons aangeklopt, of instanties, waardoor deze mensen bijna gedreigd worden om gecremeerd te worden. Dus, en daarom is het de taak van de umma, van de moslimgemeenschap, dat wij dit op ons nemen, zodat diegene te redden. Zodat diegene een islamitische wassing krijgt, een genaze en een islamitische begrafenis. Maar niet dat ze onze broeders en zusters gaan cremeren omdat jij zo nodig moet roddelen of praten. Geen inshallah. Bij deze beste broeders en zusters gaat het om 3 gevallen. Nou, 2 gevallen en 1 beenamputatie. Totale kosten zijn €7.000. Wij hebben nog €3.000 in het potje, alhamdulillah, van de vorige donatie of inzameling. Dus dat betekent dat we nog €4.000 nodig hebben. Dus €4.000, beste mensen, hebben we nog nodig. Dus ik zou zeggen, doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, ook al is maar €1. En zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft aangehaald in de hadith, wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in het wereldse leven, Allah subhanahu wa ta'ala zal onze moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels. En ik vraag nogmaals dat wij hiervoor in aanmerking komen. Amin, ya rabbil alamin. Wa barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.